De noordelijke en zuidelijke kant van de ringweg zijn vanaf gisteren eenrichtingswegen. Deze wijziging is gistermorgen doorgevoerd. Gedurende deze hele week zullen weggebruikers door de politie wegwijs gemaakt worden. De politie zal hen begeleiden bij voornamelijk de cruciale kruispunten. Agenten van de motorsurveillancedienst zullen ook op de ringweg surveilleren. Er zijn markeringen aangebracht op de vele zijwegen die uitkomen op de twee straten. De nieuwe borden en markeringen die zijn aangebracht geven duidelijke aanwijzingen. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat de Charlesburgweg nog steeds voorrang heeft op de ringweg. Pas in de tweede fase, bij het instellen van de verkeerslichten, zal dat anders zijn. Het ligt in de bedoeling om binnen een week de verkeerslichten operationeel te hebben. Wanneer deze lichten echter niet in werking zijn, dan zal de ringweg voorrang hebben. Weggebruikers die na de wijziging verkeerd gebruik maken van de ringweg, die zullen voorlopig niet beboet worden. De nadruk wordt nu namelijk gelegd op het voorlichten van deze weggebruikers. Het ministerie hoopt dat met de nieuwe situatie het verkeer beter zal doorstromen.